Het IWT. Uw partner in innovatie. Wat hebben deze beestjes te maken met de ontwikkeling van een vaccin tegen kanker of auto-immuunziektes? Heel veel, zo blijkt. Het Gentse biotechbedrijf Argenix gebruikt antistoffen die komen uit het bloed van kameelachtigen, zoals lama's of alpaca's. Op termijn moet dat zorgen voor efficiënte vaccins. Het zit zo dat die antistoffen twee fantastische voordelen hebben ten opzichte van de standaardtechnologie vandaag. A, ze zijn bijzonder gelijk aan onze eigen antistoffen, dus ze zijn zeker niet lichaamsvreemd voor ons eigen systeem. Maar B, lama's reageren bijzonder krachtig in hun immuunsysteem op ziektedoelwitten die interessant zijn voor kanker- en auto-immuunonderzoek. Het Gentse bedrijf bedacht een aantal spitstechnologieën om hele krachtige antistoffen snel en eenvoudig te ontdekken. Voor dat onderzoek verhuisde het bedrijf van Nederland naar Vlaanderen. En niet zomaar. Wel, Vlaanderen heeft een bijzonder ecosysteem voor startende biotechbedrijven. Je hebt infrastructuur, je kan makkelijk talent aantrekken. Het is heel eenvoudig om, laat ons zeggen, een bedrijf te starten hier. De kennisinstellingen zijn van topniveau. En last but not least, het IWT speelt een belangrijke strategische rol. Zowel bij de opstart als bij de doorstart kon Argenix rekenen op subsidies van het IWT. De bedoeling is vooral onderzoek, ontwikkeling, innovatie. Die zaken die heel risicovol zijn voor een bedrijf en die ook niet evident zijn voor een ondernemer om dat te doen, via een subsidie willen wij eigenlijk dat risico verlagen en toch de bedrijven ertoe aan te zetten om dat risico te nemen, om dan in een hogere versnelling te kunnen gaan, om als het risico gelukt is ook een return te creëren die eigenlijk de competitiviteit van het bedrijfsleven in Vlaanderen steunt. De steun van het IWT was erg belangrijk voor Argenix. Kapitaal is zeer schaars in onze sector. We zitten in een sector die eigenlijk long-term high-risk is. En voornamelijk in het begin, waarbij je technologie moet valideren en zo snel mogelijk uitbouwen om jouw opportuniteit te grijpen, kan een IWT-subsidie een aanzienlijk verschil maken. Het zijn die moeilijke jaren die voor een doorstart enorm moeilijk zijn, vooraleer je werkelijk dus deals binnenhaalt. Daar kan dus die steun een extra stimulans geven. Naast financiële steun zorgde het IWT voor een uitdrukkelijke begeleiding. IWT voor ons is een partner. Op geen enkel moment hebben we het gevoel dat we te maken hebben met bureaucraten of mensen die in een administratieve procedure de bok stikken. Eigenlijk ben je bezig met mensen die je uitleggen en helpen de weg te vinden naar de subsidie. Ook de documentatie die je moet indienen om de steun te kunnen krijgen, verplicht je als startende ondernemer om eigenlijk een soort mini-businessplan te creëren, waarbij je heel zorgvuldig inschat wat de risico's zijn van je onderzoek, maar ook hoe je je onderzoek gaat valoriseren, wat het pad is naar commercialisatie. Die commercialisatie blijkt aardig te lukken. Na amper 4 jaar werden al enkele opmerkelijke successen behaald. Niet alleen hebben we een heel grote kapitaalsvergoeding gedaan als bedrijf, waarbij we eigenlijk de grootste en een van de meest succesvolle spelers in onze sector aangetrokken hebben. Het is een investeerder uit New York, Orbiment Advisors. We hebben eigenlijk een tweede programma naar preklinische ontwikkeling gebracht. Dat wil eigenlijk zeggen dat we het programma klaarmaken om in de patiënt te gaan in de kliniek. We hebben ook het team aanzienlijk versterkt met het hoofd klinische productontwikkeling die we aangetrokken hebben uit de Verenigde Staten. En last but not least, we hebben een zeer belangrijke derde IWT-subsidie ontvangen. Met die derde subsidie en een erg gemotiveerd team is de toekomst van deze jonge speler in de biotechsector verzekerd.